Dat jullie zondag gaan pinsteren. Twee zin bij ons op het rapport ook goed. Ik wil een paar experience met de science gaan met wie we gaan nemen. Maar jullie zien dat het niet kan meer. Je ziet hem met jullie dus en ik ga ze nemen zetten als science gaat. Dat moet niet goed als we hier mee mee. Wie had de lust? Wie had de lust? Deus forte tudo me apala no mundo por isso que vai ter sido um dia de Deus. Ele deu um chão para mim de meditar para o ano sem medir o seu altar em escamos. O lote em sangue em tudo que estava na catua. E que tudo que altar é de um dia que está tudo tão melhor. A filha uma filha de chita de Deus, Deus penso, quanto a minha paz e tudo assim. Espera um dia com uma outra confetiva de Deus, altar é de todos os meus dias, meu Deus. A verdade, Deus, que tu és santo. Se eu tiver até o princípio, eu nunca te sempre tenho que ser o nosso calor. Em tu lembra, Padre, de mim. Padre, eu quis dizer que faz tudo isso. Não, não, não. Eu sou o nosso filho do menino. O filho de mim, meu Deus. O filho de Deus, eu tenho a reação da vida, eu tenho a reação de somos, eu tenho a reação de somos. Eu tenho a reação de somos, eu tenho a reação de somos, eu tenho a reação de somos, eu tenho a Il mio peccato è andato a vedere sempre la vigilia di ottimi più della maggior della santa, senza vostro spazio del trono, non è mai la sua vita. Ora è proprio da vedere il nostro nome. Il mio ottimo peccato è di venire sospettato e stupi spaducato e abito la terra. Amen. Questo che ho da impotenti, gli altri mari, mi ha sempre vigili, gli altri incaieri, gli arcangeli, gli altri cristi, santi già posto rispetto al polo, e mi possono tutti di capo, e a pregare non mi scuraccio, ma devo tutto fare. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Idio pecordata Maria, sempre originali, mia pinta e la marcangeli, e tu non morti stam, sento da questo aspetto nel povo, omnia santo sempre pater, morale con mio don del nostro. Miseria, se vesti in potenza di Dio, se vesti in potenza di Dio, se vesti in potenza di Dio, Amen. E se vesti in potenza di Dio, 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 Amen. Dus ik ben best wel verifiëerd als het opste wil het hebben toen het leeft. Als het wel is, dan moet je zich ook niet afvormen. Het zal het hebben toen het af is. Dan ben je exageratie naar mij. Ik klaar aan mij als het erin gaat. Ik ben best wel verifiëerd. Het komt spreekt het om al. Oremos. Respecie dan in testament om tuo omni, et animas patrum tuo omni dedica di tuo omni, et suscita non aiutio di che causa in tuo omni, et non tu si scarri voce esperienza in te. Lo scritto è sicuristi in fidem, il atto se sforo tuo supero di tasco di tuo omni. Gloria Padre, Figlio e Spirito in Sangro, scrutia di principio in sangue di insegnanza della Romagna. Respecie dan in testament om tuo omni, et animas patrum tuo omni dedica di fidem, e suo cito bene che li pregavo San Juan, e a me mi discare sforce di credenza in te. Chirio e Isamu, Chirio e Isamu, Cristele e Isamu, Cristele e Isamu, Cristele e Isamu, Chirio 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 e Isamu, Grazie a tutti per la gloria in tua mano. Domine Dio, tre celesti di Dio, patron di potenza. Domine Figlio di Dio, Cristina. Domine Dio, Agnus Dei, Filo Spati, se te lo spiegato a molti miseri nobis, e te lo spiegato a molti se ci vede per lasciare il nostro anno. Che sei lo extrapati, e se ne miseri nobis. Vogliamo solo il Santo, solo il Dominus, solo il Dio, Cristo Cristina. Consai il tuo spirito, e gloria dei Patis. Amen. Dominus Fabiscum, et cum Spiritu Tuo. Oremos. Omnipotens habite ne Deus in Deo nobis Filii Spirit Caritatis Augmentum, et ut meriam ora sic pro promites, facus amaribus principis,
fenómenos físicos y fenómenos conflictos orientados a las expresiones de Dios, pero un secolarse con lo romano. Lección Cristo de Beato Pablo y Apóstol de Galatas. Frates, abre evita son condiciones en semilio eos. No dice que semilio casi mutis, sino casi uno, el semilio tuo, Dios Cristo. Qualcuno ti dico, testamento confirmato da Deo, che post tradingento sentiginta amos sacra est lex, non ipitum facit ati vacuandam commissionem. Nam si ex nece editas et animum ex promissionem. Abri al tempe et promissionem donar de Deus. Quid iditur lex? Propter transgression exposita est, dun inferiret semen cui promiserat, ordinata per agilos in mano mediatoris. Mediator altem munius non est, Deus altem cum est. Lex ergo adversus promissa lin absit. Si enim data est lex, per possit purificare vere ex lege est justitia, sed conclusis qui pura omnia sunt peccato, ut omissio ex fide Iesu Christi liberator per credentibus. Deum gratias. Respice Domini testamentum tuum et animas populum tuum in artificiale in finum. Et suce Domini et unica causam tuam, vivo et sofobis in voluntuorum. Alleluia, alleluia, Domine, refugium factis est nobis, agenda actione possibile, alleluia. Dove lo so, Vescovo? Sequenza Sancti Evangelii secondo Modam. In un tempore lumino Jesus in Jerusalem, transibat per medium Samaria med Galileam. Et cum in redretur quodam casim, occurrerent ege decem brevire reposi, e sativant ad angelo. Et libaverunt vocem dicentes, Iesu perceptor, miserere nostri. Quos ut videt, dixit, ite ostende vos ascendentibus. Et factum est omnirent, non mandatis sunt. Unus autem exilis ut videt, quia mandatus est, legestus est, cum vum maenia voce magnificans Deum, et fiet in facem ante pedes eius, gratias agens, et dicilet Samaritanus. Responsit autem Iesu, dixit, nonne decem mandati sunt, et nonem ubi sunt. Non est inventus que rediret et daret gaudiam Deo, nisi hic alienigena. Et aedili, surge vade, la fides tua et te salmum fecit. Lux divi Christe. Dar vreau să vă mulțumesc
vandaag de 13e zondag na Pinksteren. Morgen de heilige Johannes Jezus, mijn leider. Dinsdag de heilige Bernardus, abt en kerkvader. Het is de laatste kerkvader van de reeks. Moeder de heilige Johannes de Chantal, weduwe. Donderdag het feest van het onbevlekt hart van Maria. Met de gedachtenis van de heiligen Timotheus en zijn gezellen, makelaren. Vrijdag de heilige Flippus Benitus, beleider. Zaterdag de heilige Bartholomeus, apostel. Op sommige plaatsen onze lieve vrouw, heil van de zieken. En komende zondag, de 14e zondag naar Pinksteren. Op sommige plaatsen de gedachtenis van de heilige Lodewijk, koning van Frankrijk. Nu ook derde ordeling is van de Sint Franciscus, derde orde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die gelovigen in dit evangelieverhaal, dat niet te lang is, zien we vele heilzame lessen. Eerst zien we het deugdzaam gedrag, het voorbeeldige gedrag van die Melaatsen. De Melaatsen was in die tijd een ongeneeslijke ziekte. En zoals u weet, heb ik al gezegd, dus hebt u waarschijnlijk wel gehoord of gelezen. De ziektes, dat weet u, die komen van de erfzonde. Maar ook alle zonden veroorzaken min of meer of versterken de ziekte. Bijvoorbeeld iemand die dronken is, een dronkaard, die veroorzaakt leverziektes enzovoort. De dronkenschap. En de ziekte is niet alleen het gevolg van de zonde, dus vooral van de erfzonde, maar ook drukt de zonde uit, dat weet u ook. Drukt de zonde uit. In het lichaam toont de ziekte wat het in de ziel de zonde uitwerkt. Dus bijvoorbeeld bij de melaatsheid veroorzaakt dan een misvorming van het lichaam, van de huid. Lelijk. Het lichaam wordt lelijk en aangetast en weggevreten. De ziel wordt ook lelijk door de doodzonde, het gaat vooral over de doodzonde. Want van de melaatsheid zal men sterven, normaal gezien. Is dodelijk. Bovendien is de ziekte dus niet alleen dodelijk, maar ook besmettelijk. Dus men moet afgezonderd leven. Zoals de zonde, die snijdt de zondaar af van de gemeenschap van de heiligen. En als hij zo sterft, gaat hij afgesneden worden van de hemelingen. En gaat hij in de hel terechtkomen waar geen gemeenschap is met de hemel. Afgesneden. Om besmetting te voorkomen, moet de laatste voor hij dood is reeds afgezonderd worden. Zoals de zondaar, vooral de ketter, moet verwijderd worden uit de kerk om de andere leden niet te besmetten met de ketterij. Of met een schandalige zonde. Zoals Sint Paulus zegt, gaat de keer tegen het incest. Zegt dat mag je nu niet in bestaan. Dat mag je niet toestaan. Dan moet dat tegenin gaan. En hier heb je dus de melaatse, die genezen worden door Jezus. En Jezus die wil wel dus door alle trouwens zieken genezen. Maar zijn bedoeling is om de mensen naar de hemel te brengen. Dat is zijn reden van bestaan als mens. Hij is mens geworden om ons te verlossen. Dus de zieke genezen is voor hem een middel om de mensen te verlossen. Om de mensen hun zielen te winnen, hun dankbaarheid, hun aanhankelijkheid te winnen. En natuurlijk, zoals u weet, om te bewijzen dat hij God is.
En dat daar ook moet geluisterd worden. Als God spreekt, dan spreekt hij waarheid en het is ook heilzaam. En ja, God is ons doel, dus wij moeten naar God luisteren. En de wijze dat hij God is, tegelijkertijd doet hij goed aan de naaste. Maar zijn bedoeling is naar aanleiding van die genezing de zieke over op te brengen naar het heil, naar de staat van genade. Daar komt het eigenlijk op neer, de staat van genade. Dus naar de hemel. Vrede op aarde aan alle mensen naar goede wil. Vrede, die vrede is de vriendschap met God, de staat van genade. Wel, die melaatsen die verdienen hun genezing op de volgende manier. Wel, op dezelfde manier dat zij hun genezing verdienen, kunnen wij verdienen dat we uit de zonde geraken. Want de ziekte is een parallel met de zonde, ook de genezing is in een parallel met de bekering. Maar wat gebeurt er? Zij blijven van verre staan. Dat is een acte van nederigheid. Ze hadden Jezus kunnen benaderen. Jezus had daar toegestaan, want hij kan niet ziek worden. Normaal moest men afstand houden om de mensen niet te besmetten. Maar bij Jezus is dat geen probleem. Want hij is degene die de zieken geneest. Hij is sterker dan de ziekte. Dus hij zou zeker toegestaan hebben dat ze dichterbij kwamen bij hem. Trouwens, om hen te genezen kwam hij ook dichterbij. Dus hij heeft ook zieken aangeraakt enzovoort. Zelfs mijn laatste. Maar ze blijven wel verder staan en dat is een teken van nederigheid, van ik ben niet waardig van zo dicht bij u te komen. Een teken van nederigheid. En ook gehoorzaamheid aan de wet, zoals ik zei, want de wet verbood tussen van gemeenschappen met andere mensen, gezonde mensen, dus we moesten afstand houden. Dus nederigheid en gehoorzaamheid. En dan levavierend voort zijn. Ze verhieven de stem, want ze moesten roepen om gehoord te worden, want er waren mensen bij Jezus, er waren altijd mensen bij Jezus, er zijn 12 apostelen, maar ook de leerlingen en andere mensen voordat hij te worden. Want hij ging van Galilea door Samaria naar Jeruzalem. Dus hij ging een afstand afleggen. Hij ging dus door een zekere gehucht, Castellum, een gehucht, een dorp, waar dus die 10 melaatsen en tegemoet kwamen. En van verre riepen dus. En ze riepen om gehoord te worden. En ze riepen, Jezus ter hulp, dus het was een gebed. Hè? Dus Jezus ter hulp, op eens binnen naar binnen. En dat is dan weer voor ons een voorbeeld, dat wij samen moeten bidden. En Jezus moeten aanroepen. Samen. Natuurlijk moet men alleen bidden. Men moet altijd bidden, dus men is veel alleen, meestal of veel alleen. Dat hangt er vanaf, maar men is toch een zekere tijd per dag alleen. En dan zou men moeten bidden, men moet altijd bidden, zoveel mogelijk, alleen bidden. Maar als het kan, vraagt de kerk, Jezus vraagt dat eigenlijk, om samen te bidden. Jezus zegt, als er 2 of meer in mijn naam samenkomen, samen bidden, samen zijn, dan ben ik hier in het midden. En als er 2 of meer iets vragen in mijn naam, zal ik het u geven. Dus als het kan, samen bidden. En zij waren dus samen riepen ze levavierend, dat is in meervoud. Ze verhieven de stem en riepen Jezus preceptor. Dat is voorganger, leraar, meesters herkennen dus. Miserere nos, ze hebben medelijden met ons. Dus ze herkennen Jezus als de Messias, is iemand die hem te leren heeft, een leraar. En miserere nostri. Als je iemand vraagt om u te helpen, dan herkent je 2 dingen in die persoon. Dat hij u kan helpen en dat hij u wil helpen. In dit geval een almacht, want zo'n melaatsheid genezen kan alleen maar God. Dus zij eren in Jezus door te vragen van zich over hen te ontfermen, dat betekent niet tegen zich te genezen. Eerder ze zijn almacht, dat hij kan genezen, de melaatsheid kan genezen, van 10 melaatsen tegelijk. En ook het wil doen, trouwens is de moed niet van iemand die ze vragen als ze op voorhand veel tijd niet wil geven. Dus zo moeten we ook bidden met vertrouwen op zijn almacht en zijn goedheid. En Jezus inderdaad antwoordde op zulke nederige, gehoorzaam,
een gebed samen, met vol vertrouwen, dan antwoordt Jezus. Dat is voor hem onweerstaanbaar, bij wijze van spreken, want hij is een goedheid. Hè? Mens geworden goedheid. En hij zei, hij gaf meteen de oplossing, hij zei, maar op een zeer wonderbare manier. Hij zei, ga en toon u aan de priesters. Dus Jezus gaat ze niet zomaar genezen, zoals ik zei, want zijn bedoeling is van ze te verlossen. Want wat baat het dat men mensen geneest en ze gaan een verder leven in zondigen en uiteindelijk naar de hel. Dus dat haalt niks uit. Terwijl er zijn mensen die gemakkelijker zondigen als ze gezond zijn dan als ze ziek zijn. Dus het is niet de bedoeling van Jezus die mensen gewoon te genezen en voor de rest laten gaan en dat ze er maar op losleven. Zijn bedoeling is dat zij genezen komt, maar als een middel, zoals alles een middel is om naar de hemel te gaan, dat het een middel is om naar de hemel te gaan. Dus hij gaat ze iets leren. En hij zegt hun, hij geeft ze een opdracht. Ga en toon u aan de priesters. In dat kortzinnig is er weer heel veel in vervat. Waarom? De mensen verstonden dat. Waarom? Wel, dus als men naar de priesters moest gaan, die priesters hadden de macht niet gekregen, zomaar. Dat behoort niet bij een priesterlijke macht om alle melaatsen te genezen. Iedereen kan een genezing bekomen, maar daar moet men geen priester voor zijn, dan moet gewoon aan God een mirakel vragen. Dus dat was niet in de priesterlijke macht zomaar om zieken te genezen. Zoals Jezus wel de macht had van zijn leerlingen om zieken te genezen. Zijn leerlingen hadden wel de macht om zieken te genezen, maar de priesters van het Oude Testament hadden die macht niet. Dus daarvoor moesten ze niet naar de priester gaan. Dat wisten die priesters, die kunnen ons niet genezen. Maar wat stond er in de wet van het Oude Testament? Dat als men genezen is van melaatsheid, moest dat vastgesteld worden door een priester officieel, en dan pas met het goedste goedkeuring van die priesters, kon men terug opgenomen worden in de menselijke maatschappij zonder problemen. En die priesters hadden dus aanwijzingen volgens de wet, waaraan ze konden zien dat de melaatse genezen was. Ook dat was medegedeeld door de wet van Mozes. De tekenen van de genezing. Maar dat betekent dan ook, als ze naar de priesters moeten gaan, om te tonen dat ze genezen zijn, dat ze dan ook genezen zijn, maar ze waren nog ziek. Ze waren nog niet genezen. Dus voor hen was het een opdracht van nog meer geloof. Ze geloofden al dat Jezus hen kon genezen, want daarom roepen ze hem aan. Maar zich op weg begeven, en dat doen ze ook, ze gaan ze allemaal op weg. Zich op weg begeven naar de priesters om te tonen dat ze genezen zijn, terwijl ze niet genezen zijn, dat is een acte van geloof. En zonder te mopperen. Dus dat is tot hier toe zijn ze bewonderenswaardig. Bewonderenswaardig. Ze gaan gewoon op weg zonder te zeggen, ja, maar we zijn nog niet genezen. Genees ons eerst en dan kunnen we nog naar de priester gaan. Dus, ja. Excuseer. Dus dat doen ze niet. Dus ze zijn bewonderenswaardig, ook weer in de geloof en vertrouwen, zonder mopperen, nederigheid, geen oppositie, geen bemerkingen maken, opmerkingen, gewoon luisteren. Jezus zegt, ga naar de priesters, we gaan naar de priesters, ook al zijn we nog ziek. We zijn nog melaats. Die melaatsen gaan naar de priester, om te tonen dat ze genezen zijn. Dus dat is echt een acte van geloof. En inderdaad, de tekst zegt, dat is een echt gebeurd verhaal, dat is geen parabel, maar een echt gebeurd verhaal. Ze gingen op weg en ze werden genezen. Er staat zelfs, ze werden gereinigd. Reinigen is nog een variant van genezen. Reinigen betekent dat men vuil was. En dat duidt op het feit dat dus inderdaad de melaatsheid een gevolg is van de zonde, die een vuiligheid is. Ze werden gereinigd. En dan gaat er een splitsing gebeuren. Er is er ene die zich verder deugdschamen gaat bedragen en de andere worden ondeugend. Ziet je het probleem? De mensen zijn genezen en ze beginnen terug te zondigen. Ze zijn pas genezen gaan zondigen. Namelijk een grote zonde van ondankbaarheid. Je kunt zeggen, ja, maar zo Jezus heeft gezegd, ga naar de priesters, dus dan gaan ze naar de priesters. Er is ene die terugkeert, maar die had eigenlijk Jezus moeten gehoorzamen en naar de priesters gaan. Maar ja, akkoord, dat is een opmerking, opwerping, geldige opmerking. Maar ze is niet geldig in die zin dat Jezus zegt, waar zijn die
tegen anderen die men is zijn komen bedanken. En Jezus weet alles op het voorhand. Dus hij wist dat ze ook niet gaan terugkomen om hem te bedanken. Ze zijn weg en ze blijven weg. Dus het is niet dat ze naar de priesters gaan om ze te tonen dat ze genezen zijn, in gehoorzaam met aan Jezus, en dat ze hem dan komen bedanken. Nee. Dus de ene die hem komt bedanken, en meteen onmiddellijk, voor hij naar de priesters gaat. Nadien gaat hij naar de priesters gaan, wel noodzakelijkerwijze, want hij, om in, zoals ik zei, om in de maatschappij te fungeren, moet men een bewijs hebben van een priester dat men aanvaard is, want men was, hij was bij laatst. En dat is dus een... heel goed, dat is een acte van dankbaarheid. En dankbaarheid is een deugd die eigenlijk bij onder de rechtvaardigheid behoort. Niet onder de liefde. Dankbaarheid is geen liefde. Dat is rechtvaardigheid, dat is een plicht. Dat is niet een goede daad dat men richt uit liefde. Dat is een plicht, dat behoort bij de orde van de rechtvaardigheid. Men moet, als men een weldaad gratis krijgt, dan moet men danken. Dat is het minste wat men kan teruggeven. Want vanwege van degene die je geeft, is het liefde. Want hij is niet verplicht van te geven. Hè? Maar van degene die ontvangt, is het dan geen liefde, maar is het gewoon rechtvaardigheid, een plicht om te danken. En dat doen ze dus niet. En er is een grove belediging van Jezus' goedheid. Hij wou ze hoger opbrengen. Is er maar één die meedoet met de genade. Die genade uiteindelijk van bekering. Want hij gaat zich bekeren. Die dankbaarheid, dat is gevolg van dat hij mij erkend heeft als een man van God. Want hij heeft hem maar roepen, jij kunt mij. Hè, dus help ons, ontferm je over ons, genees mij. Heeft hij met de andere gebeden geroepen. Dus hij wist dat Jezus kan genezen, dat hij goed is, dat hij wil genezen, dat hij een man van God is. En hij heeft zoiets genezen en hij is dankbaar. En dat heeft bijna automatisch hem de spijt van zijn zonde bewerkt. Hij heeft spijt van zijn zonde, want anders zou Jezus niet zeggen, je bent zalig. Want Jezus kijkt in de ziel. Hij heeft in de ziel gezien, en de ziel is niet alleen dankbaar, maar bovendien, al die deugdzaam gedrag tot aan de dankbaarheid toe, heeft voor hem de bekering bekomen. Hij heeft de genade van bekering bekomen. En hij is ook bekeerd, hij heeft spijt van zijn zonde en hij heeft vergiffenis van zijn zonde. Want Jezus zegt, ga, sta recht, want hij lag neer op de grond in aanbidding. Hij zei, sta recht, ga, uw geloof heeft u zalig gemaakt. Uw geloof is zalig. Geloof dat het gepaard gaat, een formeel geloof heet men dat. Niet een informeel geloof zoals van de duivel, die gelooft ook wel, maar die benint niet. Maar een formeel geloof, een geloof dat ook doet wat het gelooft, dat bemint ook, en dat dus tot het doel komt van het geloof, dat is de verlossing, de weg naar de hemel. Dus die waargelovigen, wat een voorbeeld. En Jezus verwijt misnoegd over de ondankbaarheid. Hij zegt, zijn er geen 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Niemand is gevonden die teruggekeerd is om... eer te brengen aan God, niet aan mij, maar aan God, trouwens, hij is God. Dan alleen deze vreemdeling, want het was een Samaritaan. Een Samaritaan was eigenlijk een mengeling van 2 volkeren, namelijk van het uitverkoren volk dat daar woonde in Samaria, voor de ballingschap. Het uitverkoren, die stammen zijn daar verplaatst, die stammen van het uitverkoren volk zijn dus verplaatst geweest naar Babylonië en Nineveh. Maar die keizer die daar woonde, die wou dus Samaria niet leeg laten. En heeft dan volkeren van zijn eigen volk dus naar daar gestuurd. Om dat land dat vruchtbaar was en mooi was te bevolken. En hij heeft daar ook, dus ook mensen van het uitverkoren volk. Welke stammen waren daar? Had, de 11 andere stammen dan Juda. Want de stam van Juda woonde dus in Judea. Hè.
Ja, je had dus de stam van Ruben, van Dan, van Manasse, van Benjamin, van Simeon enzovoort. Je had dus 12 stammen. Wel, die hebben zich dan vermengd met die vrienden die uit het oosten kwamen, die Syriërs en Assyriërs en Babyloniërs. En dat zijn dan de Samaritanen geworden, die eigenlijk ook niet de zuivere wet volgden, maar zo een ketters waren. Die hadden dus daar zelf iets van gemaakt. Gedeeltelijk de wet van Mozes overgenomen en gedeeltelijk niet. Bijvoorbeeld, ze baden niet in Jeruzalem, hetgeen dat ze moesten doen. Vanaf het begin heeft Jeroboam, degene die koning werd van de 10 stammen in het noorden, die heeft dus met zijn eigen mensen verboden van naar Jeruzalem te gaan. En 2 stammen, Juda en Benjamin, bleven trouw onder Roboam, dus de zoon van Salomon, en die baden dus in Jeruzalem. Maar dat alleen het punt dat ze niet deden, dat is gaan bidden in Jeruzalem, in de tempel, en ze moesten daar het offer brengen. En daar moesten ze dus assisteren. Dus hij zegt, deze vreemdeling, deze ketter, en die komt dan, die is dan dankbaar. Dus degene die jullie beschouwen als eigenlijk een grote zondaar, en wel die uiteindelijk gaat zich manifesteren als een heilige. Dat is nog de ironie van het lot, dat het uitverkoren volk uiteindelijk dus Jezus verwerpt, gebruik maakt van zijn goedheid om genezen te worden, maar eens genezen, dan zien ze niet meer om. Dat is niet de bedoeling van Jezus. Jezus' bedoeling is juist tegenovergestelde. Door de genezing de mensen aan zich te binden in de goede zin van het woord en ze naar de hemel, om ze naar de hemel te brengen. En die Samaritaan die doet het. En die wordt ook heilig. Uw geloof heeft u heilig, salvom, heeft u geheiligd, heeft u zalig gemaakt, heeft u verlost. Hierbij gelovigen, wat een voorbeeld hier. We zien dus die, we moeten eigenlijk die Samaritaan navolgen, niet in zijn ketterij, maar in zijn goedheid, in zijn geloof, in zijn nederigheid, in zijn gehoorzaamheid aan de wet, in zijn gebed met de anderen, gezamenlijk gebed, in zijn geloof in Jezus, dat hij de leraar is, dat hij kan en wil genezen, dat God alleen kan doen, dus eigenlijk God is, en ook de dankbaarheid. Dus wij moeten ook de dankbaarheid oefenen. Als wij dankbaar zijn, je ziet het hier ook, die dankbaarheid, die laatste deugd die hij oefent, heeft hem de zaligheid verdiend. Dus als men dankbaar is voor de genade en de gave die men gekregen heeft, is men waard om andere en grotere genade te krijgen. Dit is de allergrootste genade, dat is de staat van genade. En voor ons dienbaar gelovigen gaat het eigenlijk over de biecht. Want voor ons, ga naar de priesters om uw genezing vast te stellen. Voor ons is dat in het Nieuwe Testament sterker. Die priesters hebben inderdaad de macht om uw ziekten weg te halen, namelijk uw ziekte van de ziel, namelijk de zonde weg te halen door de biecht, hebben ze de macht van God gekregen. Dus ga naar de priesters, hè, want Jezus is naar de hemel gegaan, ga naar mijn kerk, de echte kerk, mijn kerk, niet naar de ketters en naar de schismatieken, maar naar de echte kerk. En dus al die deugden oefenen van nederigheid, gehoorzaamheid, vertrouwen, geloof en dankbaarheid. De biecht is gemakkelijk. Het is gemakkelijk, het is gewoon een zonde zeggen aan iemand die zelf ook zondaar is. Dus dat is niet moeilijk. De priester natuurlijk is ook een arme zondaar, maar hij heeft natuurlijk wel genade om heilig te leven. Maar die genade heeft iedereen. En hij heeft een zwijgplicht. Dus zo moeilijk is de biecht nu ook weer niet. En uiteindelijk is het een plicht om te biechten als men een doodzonde gedaan heeft. Men is verplicht eenmaal te biechten in het jaar, dat is voor paascommunie, dus vooral als men een doodzonde gedaan heeft. Maar men is ook verplicht, een zware verplichting, om zo vlug mogelijk te biechten als men een doodzonde gedaan heeft. Omdat men zijn ziel in gevaar brengt om zich te verdoemen als men ondertussen sterft, als men een doodzonde op het geweten heeft. Dus men moet
zo vlug mogelijk biechten. En daardoor worden genezen van de melaatsheid van de ziel. En dat is de bedoeling van Jezus, van ons te verlossen, van ons zalig te maken. Hierbij gelovigen vragen Maria om deze Samaritaan te volgen in zijn deugdzame proces en deugdzame houding, hè? Zijn deugdzaam gedrag, om ons ook zalig te maken door Jezus genade. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Credo in nome di un padre di potenza, un factore di eterni, visibile, ma non vedi invisibile, e non donna mia, su che sono grande, io mi genito, ed ex parte, nato, ma non mi assicurare. Dio mi devo, non mi devo, mi devo, mi devo, mi devo, mi devo, gente, non fatto un po' sul sangue, sia la padre, perché non mi ha fatto assunto. E proprio la nostra mente, e proprio la nostra mente, saluta, mi riesce, mi dice, ed incarnate, se chiedo santo, ex Maria, vicine, et homo factus est. Lucifix is et sam phenomenis fons opinato, passis et totus est. Et is exit et salin sicum scripturas, et ascendit in cerum, sinet et extra patris, et iterum venturus est condonde, vicare, vivus et mortuos, curus reali et finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filo qui procedit, qui quam padre filio simul adorator et dolor et creator, Filocuti per profetas, et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiti ora baptisme et remissione peccatorum, et expecto resurrectionem futurum, et vita venturi seculi. Amen. Oremos. In desperavi Domine, dixi, tu es Deus meus, in manibus tuis tempora mea.
Dus ik wil alleen eens dat het iets in de mooie rusting is. Voor de natuurlijke oorlogsruimte. Op die tafel op de restaurant op de school is iets om te zeggen. Sit in unius trinitatis constantiae. Potem et vago vere velante de credimus, audia filio tuo, audia spirito sancto, sine di Franciscis sonis et sentimus. Ut in confessione vere sanpetani per deitatis, et in personis proprietas et ene sanitas, et in maestatu vetu e caritas. Cambod angia, angia tu arcangeli, quirum in corpo ex serafim, Filum ce Santa Maria, quotidia una voce dicentes, Sancto, 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 Thank you.
Dove si scopre che tutto è così. Secolo secolo Amen. Oremo per ci apprezzatori lo smuove tutti i finanzi che sono affermati nel cielo. Padre nostro che in cielo, santificato il tuo nome, tuo nome. Advenga per un tuo nome, un tasto che in cielo e in terra. Padre nostro, quotidiano, la risponde di una visibilità nostra, che così in tempo si vittoria di nostro Cristo. E nella sua casa in tendenza, quando è male. Se ti vediamo a male. Secondo secolo romano. Amen. Examinesi San Pedro Viscano. Con spirito tutto. E non sei più già dispiegata a non dimissare la messa. E non sei più già dispiegata a non dimissare la messa. E non sei più già dispiegata a non dimissare la Dove non sono Dio.
Daar ben ik nog mee bezig. Deci nu zi aici cu tot pe care am venit. Doamne, nu sunt din eu. Cred că sunt în tine. Să te întâlni fermat, să ne arăt. Doamne, nu sunt din eu. Cred că sunt în tine. Să te întâlni fermat, să ne arăt. Doamne, nu sunt din eu. Cred că sunt în tine. Să te întâlni fermat, să ne arăt. Pane, si lo tedy si lo vyzumili, a ven to mi bude to modlím, je to mnou sa porušovitátis.
Dominus habis calumni. Et cum spiritum tuo. Oremus. Sanctus Dominus celestibus sacramentis apuris fallos eterna, presumus officiamus adnato. Et Dominus quis crucifixus omnes et convivis ad incantatis potes sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobis con et cum spiritu tuo et in sa est Deo et beatius. Edica vos in potas Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobis con et cum spiritu tuo. Inicio sancti evangelii secum Ioannem. Gloria tibi Domine. Et Christus vera 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 vera. Hoc vobis et qua vobis non vera 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 sunt. Et si vix hoc factum est et factum est. In ipso vita et in vita non somnium. Et lux in tenem et fonte et demno propria vivas. Quod homines est ad Deo puer nationis. In vente Simona multi Simona per ibere. De lumen et omnes credeam ad Ioannem. Non ira ti lux et et zemone per ibre de minore. Ida lus et vera credo matum leone de mi condom. Il mondo erre contra che son factus es mani cognosit. In propria finito de su mundo de ceperant. Quod ole percepiron de amdere deis per sanctu de de fieri. Is fitri ant nomine est un sanguinibus nibus arte canes, nebus arte vilis religionatis sunt. Et verbum caro factum est levitati nomus divinum et menum quale gente padum inatio veritatis. Deo gratias. Vescut Maria, ordinati, tu divisa in sepul Domini, saints, et destruit per Jesus. Ella Maria, mille hospit, for aus anus omnias, mille tibi consideret in omni. Vescut Maria, ordinati, tu divisa in sepul Domini, saints, et destruit per Jesus. Ella Maria, mille hospit, for aus anus omnias, mille tibi consideret in omni. Vescut Maria, ordinati, tu divisa in sepul Domini, in gesegnete Befrauen Kernelis. Heila Maria, Mutter Gottes, für uns alle Sünden, aus dem Negativ uns geht. Bis wir uns vor ihm und dann hat er uns den Mutter Gottes, was wir sind. Natürlich, wir wollen ihn nicht in den Händen liefern. Und jetzt fliegen wir sich mit dem Himmel auf und alle. Weil wir uns mit der Rest aber noch nicht in den Händen. Und trotzdem, wenn wir uns hier viel die Gesegnete Befrauen Kernelis. Wir haben alle Mutter Gottes, die Nachkommen. Bitte von Segen, Mutter Gottes. Aber auch wir auf der Anpüsten schreiben wollen. Also wir haben auch noch eine Sache, dass sie dann hier mit uns des Himmels. Wir haben auch eine Sache, dass wir uns nur noch per ora et mat, uno che ti matti di noi sbagliamo. Falleri, cosa vuoi dare, vuoi dare, a posto in piedi, se un po' non è lì. Che capelli, verso le proprie chiene, fanno sonda, con le brevi, le buone, le intere, che lo so, che sono signori. E ragazzi, con Michael, abbiamo delle sette, che sempre, che le vostre ne sono andate. Ascoltami, credo, Michael, il mondo, che posso fare il mistero, ma... E la santa, la vostra chiesa, tutto su della fanzina della tocca, Dore wo noch kräftig mehr auf dem Weg. Amen. Alle Heiligste hat von Jesus. Und fällt gut aus. Alle Heiligste hat von Jesus. Und fällt gut aus. Alle Heiligste hat von Jesus. Und fällt gut aus. Gloriese Namen, so lieb und seid, aus der Engel aus Behelden-Nacht, in Zimmel blaue Wälder, in single blaue Wälder, der Name, die in mein Buch gemoht, der Gürgen Balsam Dallendort, der Name, die in mein Buch gemoht, der Gürgen Balsam Dallendort, die Name, die Name, die Name, so sucht, der Engel von Mokade melden, Maria, 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 er is een naam zo schitterend schoon, als zonnevuur in kracht vertoon, dat bliksemt gouden stralen, dat bliksemt gouden stralen. Een naam die steeds vrucht bekoort, wiens glans me diep door het hart te hoort. Een naam die steeds vrucht bekoort, wiens glans me diep door het hart te hoort. Die naam, die naam, die naam zo zoet,
Een engel kwam op adem en melden. Maria, 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 Maria. Er is een maan die zit een dood, het duivenheer die telt gebroed. In de afgrond neer komt donderen, in de afgrond neer komt donderen. Een naam die men kracht in felle strijd, dienk als men neus roept wijd en zijt. Een naam men kracht in felle strijd, dienk als men neus roept wijd en zijt. Die naam, uw naam, die ons bevrijdt, van Satans juk verricht nog wonden. Maria, 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 Maria.
Mm-hmm.